chefsfriends.nl. Hey, welkom Chefs Friends. Goedemorgen. Zouden we even in de koelkast van deze topchef mogen kijken? Natuurlijk, geen probleem. Kom binnen. Nou ja, ik heb eigenlijk, hij is niet van mij. Dit huis huur ik, dus de koelkast stond er al in, maar ik was er eigenlijk wel heel blij mee. Waarom? Nou, het is een mooie grote koelkast. Er kan veel in. En een goed vriesvak. Ja. En ik kook natuurlijk veel in het restaurant, dus ik ben twee dagen thuis. En waarvan ik ook lang niet altijd kook. En als ik dan kook, maak wat makkelijk, staat nog een pizza die ik gisteren zelf gemaakt heb. Staat er nog in. En voor de rest, ben gek op avocado's. Frisdrank drink ik eigenlijk niet meer, dus nog van de verjaardag van mijn vriend vorige week. Dus, maar ik denk dat dit er over een jaar nog staat. Hij is nu niet zo heel vol, soms dan puilt hij uit, soms staat er bijna niks in. Ja, en ik denk dat hij ook wel een keertje schoongemaakt mag worden, maar goed. Mag dit? Nou ja, natuurlijk bij mij niet in de keuken, maar ja, ik heb het er gisteren zo mee gezet. Nee, ik heb hier wat groenten. Ik heb wat radijs, wat sla. Oh, goed. Maar ik heb gisteren, want ik had nog een paar... paprika's in de koelkast liggen en ik hou eigenlijk alleen maar van die rode, die vind ik lekker. En ik denk, ja, goed, dan haal je van die zakjes van 3, dus die heb ik gisteren eventjes gepoft in de oven en ingemaakt. En voor de rest tomaten en aardbeien, die heb ik op het aanrecht staan, want die wil ik niet in de koelkast hebben. En eigenlijk aardappelen ook en zo, uien, die heb ik allemaal niet in de koelkast. Maar goed, ik heb gisteren restjes pizza gemaakt van alles wat ik nog had, want ook ik had wat tomaatjes gedroogd en zo. Maar verder eet ik helemaal niet zo vaak thuis eigenlijk. Heb jij tot slot nog een tip voor onze kijkers ten aanzien van het bewaren van producten in de koelkast? Nou ja, kijk, zo hoort het natuurlijk niet. En dus ik zou het toch even afdekken. Maar verder, ik vind vooral wat het probleem is met de koelkast. Heel vaak worden de dingen toch weggegooid. Dus zoals ik die paprika's had, ik had laatst tomaatjes, dat je het gewoon vooral niet weggooit, maar dat je er wat mee doet. Zodat je, ja, je de tomaten kunt drogen, je paprika's kunt poffen en dan in olie doen. Zodat je echt zo min mogelijk weggooit. Want dat is op zich natuurlijk op dit moment wel een hot topic, food waste. En ja, ik probeer daar wel heel erg op in te spelen en mee om te gaan. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chef's Friends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.